van met hoeveel mensen jullie hier allemaal aanwezig zijn om ook dit moment weer heel eventjes te oormerken. En het allemaal voor de opening van wijkbedrijf Het Lage Land. Een plek die het nieuwe hart moet worden van de wijk en waar zorg, welzijn en ondernemerschap samenkomen. Restaurant De Specialiteit in de Burgt is vanaf nu geopend. Alle buurtbewoners zijn welkom om daar een hapje te komen eten. Maar er is ook de Netwerk Lounge, een plaats waar maandenlang aan geklust is. Ook door buurtbewoners. Zij helpen mee aan de meubels en planten en zelfs de taart is een lokaal streekproduct. Deze lounge moet een broeinest van ondernemerschap worden. En het project is op de goede weg, zoals blijkt uit het verhaal van Karine uit het Lage Land. Ik doe de opleiding fysiotherapie. En ondertussen geef ik massages, op de stoelmassage, maar ook aan huis. En om een beetje bekendheid te krijgen, heb ik met René afgesproken om hier te gaan werken als gastvrouw. En ondertussen de stoelmassages te geven. Met de opening van het wijkbedrijf gaat ze nu echt aan de slag. Eindelijk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, ik vond het sowieso leuk dat dit bedrijf er kwam. En ik wilde daar heel graag een rol in spelen. En dat dit er ook nog bij kan. Dat ik gewoon mijn eigen expertise neer kan zetten. Dat is natuurlijk geweldig. Ook projectleider René Hoeflaak geniet van de opening. Nou, dat voelt echt goed. Toch ging het project niet altijd over rozen. Ik kan u zeggen, René was niet grijs toen hij eraan begon. En hij had heel lang haar. Dat heel veel tijd gaat zitten in het realiseren van hele kleine dingetjes. En dat de communicatie en afstemming van alle andere partijen die erbij betrokken zijn, ja, dat is ook nog wel even lastig. Dat heel veel gaat zitten in goede communicatie. Nou, een concrete doelstelling is nu vooral, want we hebben eigenlijk subsidie voor een jaar uit een innovatiesubsidie van de gemeente. Maar eigenlijk is onze volgende stap is dat we continuïteit kunnen garanderen. René hoopt dan ook dat ondernemers hier echt gaan samenwerken. Om uiteindelijk die wijk sterker te maken, maar uiteindelijk ook dat het ten goede komt niet alleen aan zijn eigen portemonnee en zijn eigen bedrijfsvoering en aan de wijk, maar dat het ook bijdraagt aan de zelfstandigheid van het wijkbedrijf, zodat andere ondernemers dat voorbeeld ook weer kunnen volgen. Dat is het juist sneeuwbaleffect. Nou, kom vooral langs. Ja. En maak een afspraak met mij, hartstikke goed. Karine, René en de rest zijn er helemaal klaar voor. Maar uiteindelijk moeten de bewoners het doen. Dus het is nu aan de wijk. Proost.